pop omvallen. Dit is toch ook niet te geloven. Blijf eens gewoon staan. Staan. Ja? Goed zo. Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto op 20 maart 2018. We hadden een klein technisch mankement, maar inmiddels is het alweer rechtgezet. Het was een prachtige dag. Het is een prachtige dag, hè. De zon die komt weer helemaal tevoorschijn in Cryptoland. Bitcoin schiet omhoog en Meester Crypto die voelt zich weer kip lekker. Hey, dit is toch helemaal te gek, hè. Dus laten we vlug beginnen. Met Bitcoin natuurlijk, hè. En Bitcoin die heeft mij wel een loer gedraaid, hoor. Want we zaten hier een poosje in deze symmetrische driehoek. Die liep zo en zo. En ik had erop geanticipeerd dat we naar beneden zouden gaan. Ik zag de RSI, die zou ik afnemen. En ik zag de MACD naar elkaar kruisen. En ik dacht, nou, dit was gaande. Ik dacht, ik hou het voor gezien, ik ga in een short positie. Had ik te vroeg gedaan. Want deze weerstand, want dat was er toen nog, hè, mijn balkje was toen nog rood. Die leek te veel te zijn voor Bitcoin. Nou, niets van dat al. Hij blijft me verrassen en is naar boven toe uitgebarsten. Dus nou, daar zit ik met mijn short positie. Hè, met mijn geld wat ik in USD Tether momenteel heb weggeparkeerd staan. Kijk, ik dacht, dit vind ik geen goede plek meer om nog even in te gaan stappen. En we zijn net eventjes zelfs boven de 9000 uitgekomen. Op 9043 zie ik hier ongeveer staan. Inmiddels worden we weer een beetje teruggedrukt door de bears. Het is nog ook al veel gevraagd van Bitcoin om in één keer even door te stoten boven de 10.000 of zo. He, zo werkt dat niet. Maar kijk, wat je wel zou kunnen zien als dit er zo omhoog gaat, van daar naar daar. En je krijgt zo'n symmetrische driehoek, dat hij nog eens een keer zo ver omhoog verder gaat doorstoten. Nou, dat is nu in grote lijn al gebeurd. Alleen Bitcoin heeft heel veel moeite met deze weerstandlijn. He, die hier al eerder support is geweest en weerstand. En ook nu dat weer is. Ja, wat gaat daar gebeuren? Het zou kunnen dat we hier een poosje tussen deze support, hè, want dat is het nu geworden, en deze weerstand gaan op en neer gaan, alvorens we verder naar boven gaan. Want ja, misschien mogen we de blik wel op naar boven toe richten. Daar beweegt heel mijn trendlijn, dat is niet de bedoeling. De RSI die zit inmiddels al behoorlijk hoog, hè, bij boven de 70.000, dan mag je die overbought achten. Hè, met andere woorden, dan is er dat is een behoorlijk signaal dat er te veel van is gekocht en dat we een afkoeling in de prijs mogen gaan verwachten. Maar dat is nu sowieso niet het geval. Plus de aantekening, net als hier in het benedenvlak, de RSI die kan gerust een aantal dagen in zijn overbought area bivakeren. En als ik nou hier een dagkaart van maak, met day candlesticks, kijk, dan zijn we natuurlijk nog niet met een keertje groen. Hier is groen de verkeerde kleur. Nou, we zijn natuurlijk nog niet uit de beermarkt, hè, met de groene kaas. Dat mogen duidelijk zijn. Sterker nog, we hebben hier nog een weg te gaan. Alvorens we hier op, ik gok het een beetje op zo'n 9500, een nieuwe poging kunnen doen. Om deze lange beertrendlijn te doorbreken en in mooie weer te gaan komen. Maar zover is het nog niet. We kunnen evengoed nog even hier naar beneden gaan. En deze lijn nog een keertje gaan testen. Of dat zo gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik weet echt niet of we nu echt al naar boven mogen gaan kijken. Wat dat betreft is daar ook niemand die het je wel kan vertellen. En degene die het je wel met zekerheid zal vertellen, die zou ik daar zeker niet in geloven. Het is een markt om eventjes af te wachten en goed je kaart op tafel te hebben. Zit je wel in een Bitcoin positie, nou, zorg dan voor een goede stop loss. Dat jij op tijd aftikt, automatisch aftikt, ook al lig jij te slapen, wanneer de markt zich tegen je aan het keren is. En voor mij, ik ben eruit nu, hè. Ik heb deze niet mee kunnen krijgen.
Maar ik kijk eens even of we deze lijnen gaan testen. En gaan we die testen, is dat wellicht het moment voor mij om alsnog in te gaan stappen. Maar dat zal ik dan pas doen op het moment dat we hier een stuiter gemaakt hebben. En we weer ook naar boven aan het klimmen zijn. Want je wil natuurlijk niet dat ik hier ga kopen en dat hij er vervolgens doorheen gaat vallen. Nou, kortom, Bitcoin, ik kan er nog even, ik heb geen glazen bol en jullie ook niet. Hè? Dus hou dat nou lettend in de gaten. Maar de hoop, hè, Twitter is wat dat betreft het sentiment, de voelsprieten van de hele crypto-samenleving. En daar bruist het met een paar groene kaarsjes meteen weer. Want zouden we nu eindelijk die blik omhoog kunnen gaan richten? Je hoort mij dat nog niet per se zeggen, dus ik wil daar even heel expliciet in zijn. Wat ik wel wil zeggen is dat, kijk, dit is Ethereum ten opzichte van de dollar. En Ethereum staat eigenlijk wat dat betreft symbool voor alle altcoins. En feitelijk dicteert Ethereum ook het altcoin sentiment. En ja, kijk, we kunnen wel gaan zeggen van, we gaan mogelijk, en die kans die acht ik nog steeds aanwezig, we gaan mogelijk met Bitcoin nog dit low nog een keertje uittesten. Hè, of wie weet gaan we nog richting de 6000 een keer, alvorens we echt een vaart omhoog kunnen gaan maken. Kijk, wat ik hier eigenlijk nog mis, is echt overtuigend volume. Hè, zo'n balk, maar dan een aantal, en het liefst groene, die aangeven van, tot hier en niet verder, zegt de markt. En dat heb ik nog niet gezien. Kijk, dat is hier. Even die RSI afzetten. Deze even bijstellen. Kijk, dit is veel geweest. Hè? Dit is een mogelijk dan een bodem geweest. Maar ja, ik ben er nog niet helemaal. Dit is geen duidelijke bodem geweest. Hè? Dit is een duidelijke bodem. Ik ben er nog niet gerust op. Ik wil flink volume zien. En dat zie ik in, hè, met deze run omhoog in ieder geval nog onvoldoende om mij daar heel veel vertrouwen in te geven dat wij zo even doorgaan schieten. Maar ik was aan het vertellen, Ethereum, symbool voor, hè, kijk bijvoorbeeld ICX of kijk willekeurig bijna welke andere altcoin. En dan zie je natuurlijk dat ze ontzettend ingeleverd hebben ten opzichte van een all-time high. En ja, je kunt je dan ook afvragen, maakt het uit om hier nou nog te kopen? Of moet je echt gaan wachten tot je hier zit? Ja, zeker. Het kan al $150 uitmaken. Hè? Dus het kan wel degelijk lonen. Maar stel nu dat we omhoog gaan met deze markt. Je wil natuurlijk ook niet achterblijven dadelijk. Als je uit je altcoin posities bent. Dan zou het wellicht al een goed moment kunnen zijn. Om zo nu en dan wat te snoepen. Hè? Wat altcoins in te gaan kopen, want exact die bodem raken, dat zijn er maar weinig gegeven, en degene die het gegeven is, die hebben geluk gehad, want ook al ben je een professioneel trader, het is zo moeilijk om precies die bodem op te kopen. Dus afhankelijk van of we nog richting 6000 gaan, zal deze ook nog verder kunnen zakken, denk ik, maar gaan we nu een poosje in dit kanaal bivakeren en dadelijk naar boven toe uitbreken, nou, dan is hiermee een bodem echt al gezien bij Ethereum en al die andere altcoins. En dus ik kan me voorstellen dat die allemaal een beetje staan op te warmen. Een ICX kun je nu nog voor onder de 3000 Satoshi kopen. En ja, dat is werkelijk een koopje, kan ik je vertellen. Maar ja, natuurlijk ook Neblio, hè, en nou, jullie hebben natuurlijk allemaal je eigen favoriete altcoins. En ik heb er ook veel meer dan ik hier zojuist heb opgenoemd. Hè. Substratum of Aion. Of, ja, het maakt bijna niet uit. Bijna alle altcoins zijn in de uitverkoop. En Ven, die valt daar nog wat bij tegen. Hè. Die heeft zich heel sterk gehouden in deze bearmarkt. Nou, maar toch fijn om een keer veel groene cijfers te zien en heel veel in het dubbele groen te zien. Ik wil er nog een keer op wijzen dat als je bezig bent met je altcoin posities opnieuw samen te stellen, omdat je destijds alles verkocht hebt en nu weer goedkoop in gaat kopen, dan zorg ervoor dat je heel veel aandacht hebt hier voor die top 20 altcoins, omdat het daar te halen is. En Icon, die reken ik echt wel bij een top 20 hierin. DigixDAO is ook een heel interessante, vind ik persoonlijk. Maar wat ik wil zeggen is, en ik heb dat al eerder aangestipt, dat
het grote geld, het vele geld wat nog gaat, erbij gaat komen, het nieuwe geld, institutioneel geld, dat gaat in die top 10, top 20 stromen. Dus je gaat buiten proportie veel van het nieuwe geld opsoeperen. Daar gaat gewoon heel veel naartoe. Dus het loont om daar goed je posities in te hebben zitten. En dan in munten die toekomstbestendig zijn. En je weet, ADA onlangs ontzettend afgeprijsd geweest. Je hebt ook een behoorlijke bounce gekend. Ik meen dat op een gegeven moment 40% of zo dat ik bij ADA zag staan. Nou ja, volgens mij, als je het hierop gaat bekijken, dan valt het dan wel weer mee, meen ik. Kijk, want dit, ja, 40%. Ja, als je van het laagste 1600 Satoshi naar, ja, 22, even kijken, we kunnen hier natuurlijk meten. Ja, je zegt hier wat minder, 30%. Nou, is ook een hele mooie winst. Ik moet me niet te veel in die details verliezen, want deze video veel te lang. Doe dat nou eens niet. Maar zorg dat je hierop focust. Hè. Ik zou persoonlijk, Bitcoin, Ethereum uiteraard, ADA, NEO, Stellar Lumen zeker ook erbij hebben. Monero heb ik al veel, dat hou ik gewoon ook zo. VeChain, Lisk, OBCGO en Icon en DigixDAO, die wil ik er ook echt altijd bij hebben. Dan hebben jullie in ieder geval mijn persoonlijke favoriete lijstje wat betreft de top 23 coins gehoord. En ik heb natuurlijk van alles overgeslagen en sommige op de zere teentjes getrapt. En dat wil ik toch even zeggen, dat spijt me. Maar ik denk, dit is mijn lijst en iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Als je maar weet waar je voorkeuren op gebaseerd zijn, hè, dat je goed onderzoek doet en niet zomaar ergens blind op vaart. Nou, afgelopen week is Abra uitgekomen. Ik lag nog ziek op bed, dus ben er niet meteen in gedoken. Maar inmiddels heb ik Abra uitgeprobeerd. En ik pak mijn telefoon bij, daarom beweegt mijn hoofd zich naar beneden. Ja, dat mogen jullie wel zien. Kijk. Ik heb er zelfs al geld in gestopt. Ja, ja. Ik ben er al op aan het handelen. Ja, handelen. Het is niet zozeer een marktplaats. Hè. Het is ook weer wel. Het is volledig met smart contracts geregeld. Je kunt er fiat geld in zetten. En je kunt er ook Bitcoin naartoe sturen of Litecoin. Het is heel erg op Litecoin verder gebaseerd wat betreft de transacties die je erop doet. Die worden in Litecoin verrekend. Ik hoop dat ik het zo goed zeg. En op het moment dat jij bepaalde winsten haalt ten opzichte van je eerdere inleg, dan wordt dat ook met Litecoin wordt dat verschil bijgelegd. Ik hoop dat ik het nu goed zeg. Je kunt er, ik meen, ja, ze zeggen hier zelf 20 verschillende munten mee kopen. Die munten, daar ben je niet echt een bezitter van. Die munten die zijn eerder virtuele munten die gespiegeld zijn aan de actuele marktprijs. En dat neemt niet weg dat je ermee kunt handelen zoals je ook op een normale beurs zou handelen. He, dus je kunt er ook gewoon anticiperen op de toekomstige prijs. Geld laten staan op je mobieltje. En dan post je nog eens kijken. En de winsten die je dan behaald hebt, die kun je dan via Litecoin en Bitcoin. Maar Bitcoin is de enige uitvoer vanuit deze app. Bitcoin kun je dan versturen naar een plek waar je die in fiat geld wilt laten omzetten. En ja, ik denk dat dit een middel is, een manier om het handelen in cryptocurrency weer toegankelijker te maken. En ik denk dat dit een nieuw publiek kan gaan aansporen om wat met crypto te gaan doen. En ze zijn in de toekomst ook van plan om er nog meer cryptocurrencies bij te plaatsen.
Ja, makkelijker dan dit gaat het niet worden. Ook al ben je dus niet daadwerkelijk eigenaar van die cryptocurrencies, maar is het meer een virtueel verhaal. Ik zou zeggen, probeer hem zelf eens uit en dan hoor je, of dan weet ik wel, ontdek je vanzelf wel wat. Ah, waarom doe ik dat toch iedere keer? Ja, bliep, 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 bliep. Knippen we er gewoon uit. Of toch niet, hè? Waarschijnlijk weer te lui. Dit zijn de banken waarmee je direct geld er naartoe kunt sturen of op kunt laten aftikken, zeg maar. En jawel, daar staat jouw bank en mijn bank staat daar niet bij. Hè? Dus in die zin is er nog wat, is er nog een wereld te winnen. Maar ja, ze moeten toch ergens beginnen. En dat is hier geweest. En nogmaals, je kunt gewoon je bitcoin naar een plek sturen waar je het kunt laten uitbetalen op je bankrekening. Hè? Dus ondanks dat het hier dan die directe weg er niet is. Maar ja, het is wel een kracht natuurlijk dat Abra, dat je met fiat direct cryptocurrency kunt gaan kopen. Dan hebben we de G20, die is volop in het nieuws geweest. Want wat zou de G20 weer voor bedreiging voor de cryptocurrencymarkt gaan worden? Nou, de soep wordt niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Wat ze zeggen is dat ze in juli willen ze de data hebben waar ze hun beslissingen dan wel aanbevelingen op gaan baseren. Op een later tijdstip dan wel. Hè, dus. Wat ze eigenlijk ook aangeven is dat cryptocurrency met een marktkapitalisatie van minder dan 1% van de totale valutamarkt feitelijk nog te klein is om daar nu zoveel aandacht aan te gaan besteden. En kijk hier, hè, dat geeft aan in welk stadium van de markt we natuurlijk nog verkeren. Geeft ook aan dat we qua regulering ook in de toekomst natuurlijk nog van alles mogen gaan verwachten. En dat kan hier en daar ook implicaties hebben voor de munten die jij in je portfolio hebt staan. Want stel je dadelijk voor dat de SEC, zeg maar de financiële autoriteit in Amerika, dat die bepaalde munten als aandelen gaat bestempelen en andere niet. En dat bepaalde munten alleen nog, dat bepaalde beurzen alleen nog zaken mogen doen met zeg maar geaccrediteerde cryptomunten. Dan zouden anderen daardoor af kunnen vallen van die beurzen, wil die beurs althans nog kunnen voldoen aan de Amerikaanse standaard. En een Coinbase of zo, die zal dat natuurlijk willen, want anders zet hij zichzelf erin buitenspel. En als die andere munten dan zouden gaan verdwijnen, dan heeft dat weer zijn gevolgen voor de liquiditeit van die munten. En een verminderde liquiditeit is ook een verminderde prijs. Dus het kan allemaal, macro-invloeden kunnen op die manier een wezenlijke invloed hebben op jouw eigen munt, hoe succesvol die dan ook mogen zijn qua fundamentals. Dus hou dat ook in de gaten, hè. En wat dat betreft maak ik me minder zorgen met deze grote, wat meer gerenommeerde, gevestigde munten dan, dan gewoon de wat kleinere die zich nog wat meer zullen moeten gaan bewijzen. Nou, als je een tijdje in crypto zit, even wat groter maken. Oh, dat kan helemaal niet. Maar dan voel je je zo. Hè, dan raakt niks je meer. Dit verhaal wil ik gaan nou beëindigen met Floes Floes. Floes Floes. Floes Floes is een rare naam. Floes Floes is een collectieve heeft Floes Floes is een manier om geld te verdienen door middel van. Floes Floes is een manier om geld terug te krijgen bij aankopen die je bij allerlei partners verricht. En Floes Floes heeft met die partners bepaalde afspraken gemaakt, waardoor zij bepaalde kortingen hebben afgedongen. En die kortingen die worden vertaald naar hun klanten doordat zij wat geld terugkrijgen, kortingen krijgen. Maar dat niet alleen. Het werkt ook een beetje als een piramidespel. Het is geen piramidespel, maar het is een piramide. Waarbij de mensen die stel je wil
dat anderen ook flus gaan gebruiken. He, dus je nodigt je oom uit en je tante en je broer en je zus. En, nou, je hebt zo'n aantal mensen die je hebt gerefereerd. Die zitten dan onder jou. En als zij aankopen doen, krijg jij ook een heel klein stukje van die kortingen. En op die manier zul je denken van dan moet ik dus heel veel mensen gaan werven. Nee, want daar komen we zo meteen bij. Je kunt namelijk een aantal exclusieve stoelen bovenaan die piramide kopen. En die piramide die is er niet afhankelijk van dat er steeds nieuwe mensen bij gaan komen. En de mensen onderaan de piramide die profiteren ook gewoon volop van de kortingen. En hoeven zelf niks aan jou te betalen ofzo. Daarom is het een significant verschil met een piramidespel. Nou, je ziet dat de partners bij Floesvloes er niet om liegen. Hè? Puma, Netflix, Nike, Virgin, ik kan het wel allemaal opnoemen, je kunt het ook lezen. PlayStation is daarbij gekomen en iTunes is daarbij gekomen. En iedere keer komen er weer nieuwe partners bij waarmee je terecht kunt dus met je Floesvloes cashback. Dus dan kun je met kortingen kun je daar dus terecht. Nou, dit is de app, die werkt al. Ze zijn in Colombia gestart en ze gaan dus uitbreiden naar de Amerikaanse markt. Nou, dan hebben we het over een hele grote markt uiteraard. Ze doen aanspraak op een markt van 62 miljard tot 12 triljoen dollar. Dus dat, ja, niet dat ze heel die markt natuurlijk in een eentje gaan krijgen, maar daar mikken zij wel op. He, van cadeaukaarten die je daar kunt kopen, digitale cadeaukaarten zo met Floes kunnen. Maar je zou kunnen tanken bijvoorbeeld met Floes. Nou, dat is dit voorbeeldje. Nou, dat moet je zelf maar eens bekijken op die website natuurlijk. Waar het om gaat is dat als jij nu, de ICO die ligt achter de rug. Ik heb daarin meegedaan destijds en ik vertel dit hele verhaal ook niet omdat jij nu meteen Floes moet gaan kopen. Ik heb zelf ook mijn bedenkingen van is dit te mooi om waar te zijn. Ik heb er wel aan meegedaan destijds. En ik wil het op die manier ook open hier voor jou neerleggen. Of je hier wel of niet iets mee moet doen. Zoals ik dat eigenlijk altijd doe. Hè. Je moet altijd je eigen onderzoek doen. Maar je kunt met 20.000 Floes tokens heb je een tier 1 stoel. En met 10.000 Floes tokens heb je een tier 2 stoel. Wat betekent dat? Nou, met een tier 1 stoel zit jij bovenaan die piramide. Al die mensen onder jou die aankopen doen, kleine stukjes ervan druppelen ook door naar jou bovenaan die stoel. Dus het is een vorm van passief inkomen. Je hoeft er niks voor te doen en het geld komt binnen. Daarom zei ik al, is het te mooi om waar te zijn. En zo'n tier 2 seed is feitelijk hetzelfde verhaal, alleen zit je onder de tier 1 seed. Nou, als jij 20.000 tokens hebt, dan zou zich dat kunnen vertalen in 1 tier 1 seed of 2 tier 2 seeds. Nou, dat wordt dadelijk in juni wordt bepaald door een soort loting, maar dan een loting op smart contract basis, hè, dus dat gebeurt automatisch door een computer, wordt toegewezen wie welke stoelen krijgt. Als jij in je Ether wallet 10.000 of 20.000 Floes tokens hebt gekocht, hè, die staan erin, dan zul je dus of 1 tier 1 of 2 tier 2 seeds krijgen. En daarmee zit je dus bovenaan die piramide. En ga jij, je zult je know your customer details, hè, dus je moet je gegevens doorgeven. Je moet ook je bankrekening doorgeven. Want die kortingen, dat totaal daarvan, wordt namelijk in dollars, het zal een euro zijn naar ons toe. Hè, ik weet niet hoe dat zich precies gaat vertalen. Maar dat wordt in harde of in fiat valuta wordt dat uitbetaald. En hier staat ergens een rekenmodel, deze. Nou, stel ik heb 1100 flussers onder me zitten. En dat kan dus door, die worden dus toegewezen. Ik hoef ze niet allemaal fysiek te gaan, ik hoef niet de straat op en mensen allemaal te gaan vragen om bij Floes te gaan. Nee, door die stoel te kopen heb je een recht boven een aantal mensen.
elke maand geven die bijvoorbeeld $488 uit. In het voorbeeld, in het marktonderzoek van Flus, was dat wat hoger hoor. Dan gingen ze uit van, ik meen ergens boven de 1000. Ik ben wat conservatiever. Ik heb zelf gewoon wat lager gezet. Stel dat ze dit gaan uitgeven elke maand. Met tanken ben je al een heel stuk, wat kleding kopen. Nou, dan zit je al snel op $639. En als je dan zelf ook daar geld in zou uitgeven, nou, dat is heel weinig in mijn geval, want Flus is voor de Amerikaanse markt en daar hoor ik dus vooralsnog niet bij. Ik kan hem niet lager zetten, anders had ik het gedaan. Maar dan zou ik met één stoel, zou ik zo'n $901 passief inkomen maandelijks binnenkrijgen. Ik kan er ook voor kiezen om die stoel te gaan verkopen. Als het goed is, wordt dit gaandeweg meer vanaf juni. Ik denk ook dat het zeker minder zal zijn in het begin, hè, laten we wel wezen. Maar gaandeweg wordt dit meer. Je kunt dan zeggen, ik ga mijn stoel verkopen. En een stoel die maandelijks $1000 genereert, die zou je wellicht kunnen verkopen voor $20.000. Daarvoor is er ook een marktplaats bij Flus om dergelijke stoelen te verhandelen, om die te kopen en dan wel te verkopen. Ze waren op de ICO, kosten ze 10 centen, $10. En momenteel zit Flus, als je dit omrekent naar dollar, even kijken, misschien wil je juist liever de europrijs. Waar zit dat dollar dingetje nou toch? Als eerste. Nou, dan zitten we, kun je ze zelfs met korting nu dus kopen. Gaat dit wat worden? Ja, het staat er valt natuurlijk met, gaan mensen hier allemaal mee aan de slag uiteindelijk? Zijn ze gevoelig voor dat cash payback systeem? Zien ze de voordelen ervan in om op die manier collectief kortingen te krijgen? Gaan ze die app gebruiken, et cetera? Natuurlijk, dat is de grote kanttekening. Maar wordt het een hit? De partners die liggen er niet om. Ik zei al met iTunes eraan toegevoegd, PlayStation eraan toegevoegd. Zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden. Meer dan 200 merken hebben zich eraan verbonden. Dit is maar een selectie van. Zijn er heel veel mogelijkheden om hiermee te gaan werken. Het gaat pas beginnen dus vanaf juni in Amerika. En ook al kun je zelf dus niet meedoen met dat cashback systeem, je kunt dus wel die stoel kopen en op die manier profiteren van al het geld wat gegenereerd wordt door mensen onder jou die aankopen doen. Ja, en verder is het aan jou, hè? Je moet de whitepaper maar eens bekijken. Daar staat verder in detail uitgelegd wat ik net allemaal verteld heb. Nogmaals, ik ben sceptisch. Ik heb wel meegedaan. Ik zat ook wat dollar tekentjes in mijn ogen. Misschien zag je dat net ook al toen ik aan het vertellen was. Maar ja, het zou eens waar zijn. Hè? Dan laat het geld maar komen natuurlijk. Ik zal de deur wagenwijd openzetten. Van mijn Flus villa die ik ervan ga kopen. Hè? Dit is denk ik wel eventjes genoeg voor vandaag. Ik denk een heel lang verhaal. Ik zie dat Bitcoin nog wat verder terug aan het zakken is. Nou, laat maar mooi zakken, denk ik dan. Dan kan ik hem straks weer opvangen. En waar ik begonnen ben, daar eindig ik mee. Hou Bitcoin in de gaten. Doe geen rare sprongen zelf. Ga niet mee in de FOMO als je hier even boven komt. Maar hanteer strakke stoplosses. En dat is eigenlijk geconcludeerd. Pas goed op je portfolio. En tot de volgende keer. Doei.